Welkom terug bij het beste van vier. Na de ernst van het leven, de ongerijmde pret die elke week weer tot u komt. Via een fantastisch duo. Ik heb al de hele serie uitgekeken naar hun bezoek hier in de studio. En dit zijn ze. Het antwoord op de vraag. Kenden we al, de top uit de Eredivisie Amusement. Viola mag straks nu verklappen hoe ze heette. Maar wat we nog niet van ze kenden was de weergaloze manier waarop ze een razend succes van het spelletje maakten. En zo blijkt maar weer dat je de top alleen bereikt als je er zelf plezier in hebt. Geef ze een entree zoals ze gewend zijn. André van Duin en Ron Brandstede. Wauw! Geweldig! Dank u! Dank u! Kunnen wij gaan zitten, heren? Dank u! Ja, applaus moet je nemen natuurlijk. Goed gedaan. Nou, dat begint al gelijk heel goed. Ga zitten, jongens. Ik heb Ron meegenomen, is dat vervelend? Eigenlijk wel, ja. Ik heb er niet op gerekend. Maar ik kan het niet alleen thuis laten, hè. Maak een boelstuk. Oké. Okay. Jullie hebben misschien niet gehoord wat er gezegd werd. Nee. Dat je de top alleen bereikt als je er plezier in hebt. Ja, dat hebben wij nooit meegemaakt. Dat denk ik wel, want maar niet alleen de top met succes, maar ook met berg beklimmen ook. Als je dat niet leuk vindt, kom je nooit boven, toch? Ja. Ik moet even zeggen dat Caroline niet bij is. Die is even weg. Oh, wat is er met? Maakt niet, ze is even weg gewoon, hè? Oh. Dus jullie kunnen je uitleven nou, hè? Ze was toch zwanger? Hè? Ze was toch zwanger? Ja, ook. Oh. Ook allemaal, maar daar gaan we het nog even niet over hebben. Toch? Nee, dat niet. Nou heb je dat vaak, hè? Want ik heb me laten vertellen dat... Je kan ook alleen maar zwanger worden als je er plezier in hebt. Zie je? Heerlijk, hè? Nee, ik zit nou te denken. Ja. Arme Caroline, denk ik al wel eens dat ze met jullie allemaal moeten doen. Wij hebben het heel gezellig met z'n drieën. Ja. Ik heb me laten vertellen dat het idee voor wie ben ik geboren is gewoon op een avondje bij Joop van Ende thuis. Nou... Is dat zo? Nee, dat is niet helemaal waar. Oh, hey. Het is geboren in het brein van Joris van Ooyen. Ja. Het is een Nederlander. Een hele leuke vent. En toen is ze naar België gegaan. Ja. En toen is Urbanus ermee begonnen met Goedelen als Carolien. En Urbanus als zichzelf. En werd er Van der Sarre een acteur. En dat was een heel groot succes. En toen zagen wij een aflevering. En toen hebben we gezegd... Is dat niet leuk om in Nederland te doen? Dus het is eigenlijk eerst geëxporteerd en toen weer geïmporteerd. En toen hebben we op een avond bij mij thuis hebben we het geoefend. En toen was Joop Wendy. Dus het is niet bij Joop thuis geoefend, maar in ieder geval wel thuis bij jou dan. Dus we hadden een feestje en toen zijn we Wie ben ik gaan spelen, zomaar. En Joop die liep met kamerplanten en dan had hij weer boeken. Die moest steeds de voorwerpen aandragen. En toen hebben we vreselijk plezier gehad en dat plezier is eigenlijk gebleven. Ja. Het plezier zit hem ook al meteen bij de introducties, hè? Kijk, daar gaan we mee beginnen. Ongerijmd heet wat is dat? Ja, je weet het niet, hè? Papa. Daar is er weer een punt gescoord in spelletje, wie ben ik? Aan mijn linkerkant zit, nou ja, moet ik dat nog zeggen, Henny Huisman. Wie zit er aan mijn linkerzij? Zeg ik toch. Wie zit er aan mijn linkerzij? Dat is nog eens een surprise voor mij. Want, als ik mij niet vergis, geloof ik dat het Henny is. Ja. Ik hou de spanning erin, weet je wel. Hoe werkt dat Henny? Hij heeft nooit echt een vak geleerd. Laat weer eens. Nee. Vandaar dus dat hij presenteert. Maar geen mens kan zoals Henny praten, behalve dan zijn kandidaten. Want die playbacken hem maar zo. Want die playbacken hem maar zo, dames en heren. De Zoutbeek Show. Hij is door zijn werk geen avond thuisman. Daarom heet hij Henny Huisman. Mijn eerste gast van vanavond, Caroline, leuk dat je vraagt. Wie hem bezig ziet. Ja? Ik begin even over. Wie hem bezig ziet met zijn stokje. Zo. Dat is alweer geen begin. Alsjeblieft, heb ik 1994. Klopt. Kan maar tot één conclusie komen. En dat is dat dit heerschap gezegend is met een goed gevoel voor ritme. En zich geheel uitleeft voor zijn eigen orkest. Natuurlijk begeleidt mijn innemende gast. Nee. Geintje. Nou, dat is lekker dan. Vanavond zal hij mijn team versterken met zijn opzwepende dirigenten touch. Ladies and gentlemen. May I have your votes, please?
In zijn huis heeft hij een goed gevulde barry. Hier is Harry van Oog! Nou, nee, ben je toch tijd. Een bullebak? Ja, precies. Luilenbol. We zouden geen ruzie meer maken. Hij begint. Nee. Ik begin helemaal, Ik begin helemaal niet. Ik zeg gewoon, ik maak gewoon een opmerking. Die weer verkeerd valt. Oké. Okay. We beginnen met Ron. Hoezo? Ja, omdat Ron minder punten heeft. Nou, dan kan eigen schuld. Ja, maar dat doen we bij jou ook altijd, hoor. Als je altijd punt. Wel eens. Ja. Met zijn sonore stemgeluid hele zalen in verrukking te brengen. Maar als hij daarmee klaar is, hult hij zich in een oude afgetrapte spijkerbroek en een speciaal voor hem gevaarlijke kippenleer. Ik geloof niet dat je dat kan zeggen, een zaal in verrukking te brengen. Ik geloof niet. Je brengt een zaal in verrukking. Nee, ik geloof niet dat dat Nederlands is. Maar het is al laat. Het is 28 uur. Kan niet iedereen redt dat natuurlijk. Kan geef ik, niet. Kan gewoon doorgaan van duin? Tuurlijk, ja, okay. Het is niet goed. Hoewel haar jeugdige uitstraling anders zou doen vermoeden, is zij al moeder van... Drie kinderen? Ja. Zo even tussen neus en lippen doorgaan? Mooi, drie kinderen! Is zij al moeder? Nou, kinderen krijg je niet tussen neus en lippen door. Wat weet jij nou van kinderen? Nou, maar dat weet ik toevallig. Okay. Iedereen heeft wel eens een faux pas. Iets waar je meer voor in huis moet hebben dan alleen maar een leuk koppie. Zij presenteren daarna bij de AVRO zelfs een jaar. Wat heeft iedereen wel eens? Faux pas. Faux pas. Adrien houdt zo op dat ik alles faux pas. Hij bedoelt die strips tegen vliegen. Faux pas. Faux pas. Adrien. Zijn er eigenlijk afspraken gemaakt over die introductie? Maak nee, je daar afspraken nee, maar over? Nee, dat valt hem ook niet af te spreken. Dat gaan we wel doen binnenkort. Ja, maar het valt me altijd op. Jij doet het altijd op rijm en jij helemaal niet. Nee, maar ja, dat is een talent natuurlijk. Niet iedereen kan rijmen. Niet iedereen kan rijmen. Jij hebt wel eens gezegd, Ron, dat een goede flauwekul maken, dat is een enorme opgave. Dat is niet te zien zo. Het lijkt allemaal heel makkelijk te gaan. Ja, maar als je dat zegt, dan beschouw ik dat als een compliment. Hetzelfde, het zou nu te ver gaan, maar met een aantal mensen, dan lijkt het ook makkelijk. En als dat zo lijkt, dan ben je wel lekker bezig, denk ik. Want geforceerd leuk worden, wat sommige mensen wel eens proberen. Wat bedoelt hij nou? Wat zeg je nou allemaal? Ik zit nou eens naar je te luisteren. Als je het zelf terug, dan moet je eens terugluisteren. Als je terugluisteren wat je nu allemaal zit te zeggen. Het is onbegrijpelijk. Niemand begrijpt dit. Nou wel. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, begrijp jij wat hij zei? Zijn ze ook helemaal geslagen te kijken? Zeg maar, heeft die man het over? En zo werk ik al drie jaar lang in dat Wie ben ik? Het is een onbegrijpelijk man babbelt maar, geeft maar geluid, maar niemand weet wat het over gaat. Oh. Nou, ik ben blij dat je er nou eens bij zit. Ja. Hoe die met mij is, buiten het programma om. Ja, maar van André wist ik het dat hij een flap uit is. Dat hij er meteen met de juiste teksten komt. Maar jij niet. Dus jij moet echt nadenken voor... Ja, ik ben ook meer de denker van dit team. De denker. Schrik jij wel eens van jezelf? De denker van Gaudin. Hey. De denker van Gaudin. Hoe nou? Is dat niet Gaudin? Gaudin. Dat is een Belgische kleermaker, Gaudin. Rodin. Nou ja, Rodin. Gaudin, Rodin. Ik vond het toch al mooi gevonden. Ik zat een heleboel letters, had ik goed. Toch? Maar kunnen wij zeggen, hier, we moeten ook maar even oordelen. Kunnen we zeggen dat André altijd sneller en leuker is en Ron slimmer? Absoluut. Slimmer? Nee, niet slimmer. Kijk, wij zijn... wij zijn... niet zoveel. Dat we synchroon lopen. Pas op wat je zegt nu, hè? Heel voorzichtig woordjes afwegen voor je geluid. Dree is meer Feyenoord en ik meer Ajax. Daar is alles mee gezegd. Daar is alles mee gezegd, ja. Oké. Maar Ron, ben je er nooit jaloers op dat hij zo lekker de clown kan uithangen? Nee, want Ajax zonder Feyenoord is ook niks. Oh ja, dat is ook weer mooi natuurlijk. Nou. Dat vind ik nou eens, ja. Dat vind ik mooi gevonden. Dat is toch weer mooi gezegd, hè? Ja, dat is mooi gezegd. Komt toch wel door. Mee. Grote hilariteit. Om de woorden die geraden moeten worden, ik moet even kijken waar die is. Herinneren jullie deze nog? Nee. Zoem met de zak? Ja. Nee? Nee? Het moet Dree geweest zijn. Ja, we zullen even kijken wat het is. Waarschijnlijk was jij dat. Die gaat vreselijk lachen. Echt waar. Je bent een soort zoem met de zak. Dank je wel. Ja, en je hebt een hele bijzondere handtekening. Even rustig. Zonder handtekening.
Ben ik belangrijk, André? Nee. Ben niet belangrijk? Heb jij mij thuis, André? Ja, ik gebruik hem wel eens als parkeerhoes. André, gaat het om een voorwerp wat veel mensen zullen hebben? Je kan je daar laten opereren natuurlijk. Een masker, zo'n masker. Lager. Zo'n in je kruis. Waar je... oh god, waar je lul beschermt. Ik zit in een bus. Twee lettergrepen. In een eerste klinkt als... Een vuurtje. Au! Oh, wat kan een mens opknappen, hè? Nou, hier komen jouw aanwijzingen. Willem. Je bent gek op trekken. Ik ga naar huis, hoor. Ik doe dit niet meer, hoor. Ik ga het begin. En ik morgen... Hallo, mam, hoe is het? Een jonge moeder. Jongens, dit is pas het begin. Laat me zitten, want het wordt nog veel erger. Ja, let maar op. Ja, let maar op. Maakt jou niet uit, André. Nee, ik luister niet eens. Nou ja. We gaan door, maar onder protest. Ron, ja. Zeg jij nog eens wat. Dit is een hele nette, ga je gang. Oké. Okay. Nou, kom. Je lijkt het met die van jou. Jou is we vragen bij jou zo het licht uit. Ja. En de microfoon. Okay. Deze kan nog met licht aan. Je oortjes groeien ervan. Nou, dat kan van alles zijn, Vanessa. Maar nu moet het licht uit, want nu komt Vivian. Maar dat iedereen er bij jou erin hangt, vind ik helemaal niet leuk. Nee, Connie, schrijf het niet op. Nee, ik heb het afgekort. Vanessa, mag ik je ontzettend veel succes wensen met deze minuut voor je bestellen? Ik ben heel blij dat ik uitgenodigd ben. Ja, hè? Ben ik lekker? Ja! Ja? Nee, zelf niet. Jawel. Nee, je inborst is lekker. Nee, ook niet. Voor de liefhebber. Dat wat in jou past is lekker. Is het een gebruikelijke kalapkins? Ga door. Ga door. Heerlijk. Eén woord. Maar ik hoor gewoon niet, ik hoor in die aanwijzingen niet van, je bent vaak van wit porselein. Ik bedoel, iedereen kan er wat van denken natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Ja, dat is duidelijk. De kracht van het programma. Je dat is een spel in het spel weer. Een spel in het spel. Ja, je kan er wat van maken. Het is de dirty mind van de mensen zelf, wat ze ervan doen. Maar het is goed wat we zeggen, toch? De omschrijvingen kloppen wel. Het klopt. Ja, het klopt allemaal wel. Maar ga je daar nooit eens te ver mee dan? Hij wel. Nou. Maar wie bedenkt dat soort dingen? Of komt dat gewoon door het woord theepot dat je dan... Komt door zijn opvoeding. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk ook een hele slechtdenkende redactie, hè? De redactie, hè, mag ik wel zeggen? De redactie verzint de omschrijvingen. En dan gebruiken wij het of we gebruiken het niet, dat is weer wat anders. Maar je krijgt in ieder geval een aanwijzing. Ja. Maar omschrijvingen als een gouden triootje. Gouden triootje? Ja, is ook gebeurd. Ja, dat heb je ook gehad, ja. Dat moet voor jou gekomen zijn. Waarschijnlijk heb ik er dan een shock van dat ik me niks kan herinneren. Ah. Nou, wij blijven in stijl bij jullie, dus wij hebben deze. Jullie weten niet wat dat is, hè? Geen idee. Ik sowieso. Verras ons. Jij niet. Jij wel, Effie? Geen idee. Ik ga jullie verrassen. Hem omhoog krijgen. Moet er eerst nog even in. Maar... Hier komen jouw aanwijzingen. De eerste aanwijzing is van Martijn. Ja, ze worden wel, gelachen. Worden. Ja, er wordt wel een beetje ongelachen. Ik ben als... Oh. Oh. Moeten ze nu ook allebei een aanwijzing? Oh, hoe kan nog een keer op de knop drukken, hè? Jij. Gaat jouw bordje naar beneden? Ja. Goed. Ja,
Tatjana, ga gewoon. En nog een keer. Maak je kwaad, maak je kwaad. Doe jij maar. Nee, help me even. Pik je pen. En pik weer. Geen paniek. Gaat lukken. Ja! Heel goed. Ja, ik dacht aan een verkeersbord met verboden te parkeren, verboden in te rijden of zo. Nou, dat dus komt op hetzelfde iets neer. Iets preventief. Ja? Ja. Wij hebben het heel fijn samen. We gaan nu even naar de reclame. Jongens, 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 dan houdt niemand het meer droog. Maar die lach van Caroline ook. Ja, ze is enorm ook... lachen bij Caroline. Nou. Maar wordt de opname niet eens geheel stilgelegd omdat niemand meer bijkomt? Nee, dat is juist leuk. Ik vind dat wat betreft is leuk, want dat weet jij, een live programma is altijd leuk. Laat maar misgaan, toch? Dat is toch enig? Ja, maar het gaat nooit zo mis dat je echt niet meer kan. Jullie voelen die camera's ook helemaal niet meer, volgens mij, hè? Nee. Nee? Die staan heel aan het weg. In elk spel gaat het natuurlijk ook om de knikkers. En bij jullie gaat het om meer. Want als je wint, dan krijg je iets. Kijk even. Maar dit is een beetje een pijnlijk onderwerp. Waarom is dit pijnlijk? Nou, omdat meestal mijn cadeautjes wat doordachter zijn dan waar hij mee komt. Ja, denk je? Ja. Dus je weet wel dat het gaat om... Ik heb thuis een vuilniszak vol met zijn cadeautjes. Ja. Zullen we toch maar even kijken? Want jullie weten nu waar het over gaat. Maar het is altijd leuk om het nog maar even te zien. Het is namelijk een speeldoosje. Oh jongens, wat leuk. Nou, hè, eindelijk is wat leuk. Oh, die van jou doet het niet. Ja. Die van jou is kapot. Die van mij is al een stuk. Is eruit. Nee, hè. Ja. Ik hoor even geen muziekje, maar... Kijk, ik hoor even geen muziekje. Ja. Wat bedoel ik nou? Zie je dat het altijd stuk is, die zo'n idioot? En dan zing je er zelf wat bij. Het is tweede als een rommel. Het is een muzikaal blij cadeau. Ik hoop dat hij het doet. Ja. Het zal wel niet. De ontvangst is prima. Verschijnt er nu een cd met erop wat hoogtepunten uit die periode. Zoals... Kijk het mondje, dat is leuk. Loaded. Kijk het mondje. Ja, dat schijnt. Is het leuk? Is dat stuk of hoort dat zo? Het is een hebbedingetje voor jullie, want we weten dat jullie alle drie in een enerverend beroep zitten. En dat je af en toe wel eventjes deze moet maken. Toch niet zo'n ding met zo'n ventilatortje erin. Wij hebben gewinkeld, maar we konden niks vinden. Dus we hebben voor jullie een cadeaubon. Daar heb je wat aan. Met een ventilator. En dit is voor jou. Je kan er alles in gooien. Een whiskytje, een vodkaatje, een jonge cola. Aftershave, tomatensoep. Kan daar ook advocaat in? Nee. Ja, dan ga je al. Maar dan ga je al. Simpele druk op de knop en mijn assistente zal moet het ik even opzij? Laten zien. Moet ik opzij? Nee, hoeft niet. Voor al uw avonden thuis. Ga zelf ook niet. Leuk. Heel leuk, hè? Nou, ik vind het... Had ik zelf wel graag willen winnen. Ja, mag ik de doos erbij? Want dat zijn van die doorgeefcadeaus. Ja. Ja, dat zijn het ook meestal van hem. Zijn ook meestal doorgeefcadeaus, toch? Maar moet je ermee? Nou, dat zijn enige dingen vaak, hoor. Vind ik wel. Nee? Ik wil ze wel eens graag hebben, maar ik krijg ze nooit pakken. Weet je wat? Ik laat ze in vervolg langs aan hem zien en dan stuur ik ze naar jou. Ja, dat vind ik fijn. Zo'n radio met zo'n mondje vind ik enig. Ja? Enige dingen. Zeg maar, luister, die kandidaten die... Hè? Wat ga je ermee doen? Luisteren. Ja. Toch? Radio is meestal... Aan je oor. Als die doet. Luisteren. Fluisterradio. Luister, die kandidaten, hè? Hebben die nog inspraak in welk team ze mogen zitten? Ja, bij mij is dus een enorme wachtlijst. Mensen willen allemaal graag in mijn team, maar dat kan natuurlijk niet. Dus dan schuiven ze door naar Ron, want anders zit Ron alleen. Maar ze kunnen aanvragen doen, maar het heeft weinig zin. Want ik ben voor de eerste 4 jaar, kan er bij mij meestal niemand meer in zie team. We hebben dus nog plek, volgende week zelfs al. De wat erudite mensen,
die zie je vaak aan mijn zijde. Erudiet. Ja. Die wat doorgeleerd hebben. Ja, maar ik vraag dat omdat André altijd wint eigenlijk, hè? Ja. Valt het jou ook op? Ja, of speel je vals? Natuurlijk niet! Verzoek van Joop van de Ende geweest. Omdat hij op een gegeven moment had hij ermee willen nokken, omdat hij te weinig won. Toen heeft Joop gezegd, doe me nou een lol, laat hem ook eens winnen. Dus vandaar dat hij er nog... Ik geloof er helemaal niks van. Is dat maar serieus, kan je goed tegen je verlies? Wie van jullie kan het beste tegen verlies? Ja, je moet wel, hè, eigenlijk toch. Ja. Treurig. Ja. Ik heb veel meegemaakt in het leven. Dus, ja. Ik kan ook heel goed tegen je verlies. Volgens mij heeft Ron mij ooit verteld dat jij niet tegen je verlies kan, André. Ja, nou, ja, het is de ellende is, als je verliest, dan moet je dus die cadeautjes... dat is natuurlijk een kostbare zaak. Ja. Ik ben ook maar een eenvoudige zelfstandige. Iedere week weer, dus ik vind het ook prettig als hij is verliest. Want dan kan hij ook eens in de buidel tasten. Niet waar? Ik zou toch nog niet moeten denken dat ik in plaats van Caroline het programma moet doen. Ik kom dus niet meer bij, nu al niet, hè? Ik zou er ook niet moeten denken. Je zou het ook heel goed doen. Nee, nee. Misschien is het wel eens leuk om, ja, om te ruilen, zo. Ja, maar ik vind een panty niet lekker zitten. Ik hou Maar je hebt ze ook in andere mate. Ja. Ja, tuurlijk. Dat is allemaal mogelijk vandaag de dag. Ga door. Dat lijkt me wel eens leuk. Ik vind het, ik kan er uren naar luisteren, Unie. Maar dat... Laat maar gaan, hè. Laat maar gaan. Ja. Nee, nee, niet gaan. Ik bedoel, ga maar door. Oh, gaan we door. Ron, ik heb het jou eerder gevraagd. Nu even aan... Oh, misschien nog even dat we even kunnen zeggen... dat er dus geen gesnuffeld... dat we absoluut niet weten dat we, ja, wie we zijn. Hè? Leeft dat dan nog? Denken mensen we dat nog steeds dan? Hoe lang doen we het programma? 3 jaar? Ja. Ongeveer. Nou, iets langer. Ja? Of 4 jaar. Ja. 4 jaar? Ja, maar leg dan eens even uit hoe het dan wel gaat. Nou, dat we het niet weten. Je weet het echt niet? Nee. Dus als je weet, als je doorgeefluik bent, als je dat nou weet, dan moet je er omheen gaan zitten praten. En het maakt, laten we eerlijk zijn, even als ik even serieus mag zeggen, maakt ook helemaal niet uit of je nou wint of verliest. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar dat, het gaat om de flauwekul. Het is niet zozeer het spelletje, weet je wel. Nee. Dus het is veel leuker als je niet weet. Eén keer heb ik het jij geweten. Jij weet het toch ook niet? Eén keer. Ik denk jou wel eens dat je het wel weet. Nee, één keer. Er was een aangeving of een aanwijzing. Dat was aangeving. Er kwam iemand met, zo'n... Erudiet. Zo'n klein cameraatje direct klaar. En die maakte een foto. Direct klaar. En die legde zo die foto neer. Dus langzaam zag ik die foto zich ontwikkelen. En kon lezen wat er op het bordje stond. Ah. Dat is de enige keer dat ik het geweten. Nou, eerlijk is die, hè? Gelooft u? En ook meteen gebruikt. Maar, is dat dan slimmigheid of intelligentie? Nee, dat jullie het allemaal weten? De hem is dat Lucky. Voor mij kan het wel eens intelligent. Lucky Ajax. Nee, we hebben natuurlijk zo'n 120 gedaan. Bijna. Ja? En je krijgt 3 omschrijvingen. Mm-hmm. En omdat we het vaker gedaan hebben, dan weet je het vaak een beetje sneller. Ja. En dan moeten we het vaak een beetje inhouden, want er staat vaak achter het gordijn een hele fanfare die helemaal uit Vaals gekomen is. Of dingen te bederven. Ja. Staan dingen te bederven? Wat? Etenswaren. Etenswaren, ja, die bederven nooit. Ron, ik heb het jou eerder gevraagd. André, wat? Kom je terug dit seizoen met een hele eigen show weer? Ja, ik kom met een heleboel terug. Ik kom met eigen show, met 10 eigen shows komen we terug in oktober. En Wie ben ik eens in oktober. En Animal Crackers en Jaap Aap en een dierenprogramma. Goeie god. En ik ga het RTL Nieuws graag doen. Ja. Ja. Loretta's. Ja. Loretta, ja. Toch met die panty aan dan weer. Ja. Nee, ik doe Jeroen Pauw. Je doet Jeroen Pauw. Nou. Ik heb Jeroen Pauw goed. Ik vond het heerlijk dat jullie er waren. Bedankt, ik hoop jullie gauw weer te zien. Nou, kom nou. André van Duin, Ron van Amstede. Was dit nou het beste van hier? Het beste van hier. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Wacht even, ik moet nog even door. Ik kan niet aan het hoofd kijken zo. Nee, even serieus, jongens. Ik zie u volgende week woensdag. Ik zie u volgende week woensdag weer voor de laatste aflevering. Hallo, voor de laatste aflevering van Het Beste van 4. Laat. En we sluiten de hele rij met een heel uur lang Rolf Wouters. Nou. Dat lijkt me nou, daar ben ik voor. Daar ben ik voor. Daar ben ik, ja. Lief aan de zomer. Tot volgende week woensdag. Dank u wel. Of een uur lang Tom Berner. Oh, een uur lang Tom Berner. Die anderhalf uur.